en moslims over de hele wereld zijn aan het eind gekomen van de vastenmaand Ramadan. Die wordt gevierd met het suikerfeest, bekend als Eid al-Fitr. Dit jaar gaat het om een aangepaste viering, waarbij onder andere gebedsdiensten vanuit de moskee niet overal mogelijk waren of met een zeer beperkt aantal personen. Ondanks de COVID-19-situatie in Suriname beheersbaar is, hebben de moslimorganisaties zich gehouden aan de voorzorgsregels door geen grote bijeenkomsten te houden. Ook het jaarlijks Eid-gebed van moslims, broeders en zusters op het Onafhankelijkheidsplein is niet doorgegaan.